Het wordt wel weer een leuke vlog met leuke première even ertussen. Weer in de volgende Glam. Hoi, pinguïns. Hoi, echt super grappig van zingen. Eet je er leuk uit. Hey. Eitjes voor de hondjes. Als jij jarig wordt, krijg je een eitaart, Siri. Wie verdient de award voor Crazy Dog Mom? Ja. Nou, jij sowieso. Sjoe, kom nu naar mij toe, want we gaan naar Bataviastad. Want wij denken dat we een outlet van Reiners ook gaan doen. Als laatste wat dat liefst, we gaan de winnares bekendmaken van de winactie. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog waarin we naar de musical Verliefd op Ibiza gaan, waar onze beste vriendinnetje Laura in speelt. En je ziet in deze vlog ook heel veel onze honden voorbij komen. Ook dat ik hun ontbijt geef met een gekookt eitje, aangezien ik niks in huis had. We eten donuts met familie en ik ga uit eten met mijn vriend en mijn schoonmama. Ben je benieuwd? Like en abonneer en blijf kijken. Ook gaan wij De winactie bekendmaken, wilde ik zeggen. Wij gaan ook nog de winactie bekendmaken, dus blijf kijken. Love, Reiners. En kriboes. Oké. Ik zit nu in de auto, ben aan het wachten op Sjoe met Stinky in mijn nek. Hey, Stink. En Frankie. Op mijn schootje. Want we hebben vandaag iets heel leuks. Want ons vriendinnetje Laura, oftewel Laura van de Corvo, speelt in de musical Verliefd op Ibiza. En daar zijn we voor uitgenodigd bij de Lamar Theater, de première. Het thema is dus boho chic. Omdat ze waarschijnlijk denken uit Ibiza is dat ze dat een leuk thema vonden. Maar het is nu zo koud. Je ziet het al, ik heb echt mijn Lemmico nog aan. Wel met de Reiners body. Zomercollectie kan je gewoon nu al aan, aangezien het fucking koud is. En we zijn dus een beetje aan het dubio wat we nou aan moeten. En wat voor stijl, of we heel overdreven moeten voor première, of dat we straks too much gekleed zijn. Het is wel een beetje spannend. En ik wil ook liever geen blote benen aan. Aangezien het wel natuurlijk wat kouder is nu. Dus Jules is nu even wat kledingopties thuis aan het ophalen. En ik word ondertussen gelikt. En Frankie wil nooit stilzitten. En dan gaan we even ons omkleden bij mij thuis. Dus gaan we even mee filmen. En verder hebben we best wel een rustig weekje. Dus het wordt wel weer een leuke vlog met leuke première even ertussen. Weer in de volgende Glam. Oh, ze moet trouwens wel de make-up meenemen. Even bellen hoor. Wel leuk als ik smoky eyes heb. Zo. Waarvoor neemt ze niet op? Sorry. Dan had ze afgebroken. Zit wel al 6 weken erop. Neem op. Verbonden met de mailbox van 06. Oké, dat helpt ook niet. Nou, hoop maar dat ze het mee heeft. Willen jullie honden ook altijd naar buiten kijken? Frank, ga je piepen? Frankie wil het liefste zeg maar zo. Op het stuur zitten. Hallo Frank, wat is dat nou? Wat is dat nou, mijn knapperd? Hij is zo knap. Zoals jullie zien, gaat het al wat beter bij mijn allergie. Ik heb alleen nog een beetje bij mijn mond, puisten en op mijn voorhoofd. Maar het is echt wel een hele verbetering. Hij gaat gewoon piepen omdat hij Sjoel mist. Kijk ze lief spelen met elkaar. Dat pootje. Wat doe je, Frank? Oh, ben je er weer uit? Wagenhals, even weer naar buiten kijken hoor. Jules, waar blijf je? Dan kom ze aan hoor. Het is allemaal meegenomen. Wat heb je allemaal meegenomen? Een franje jasje en een franje outfit, weet je wel? Oh, dat is leuk. Die had ik, nou, die heb ik per ongeluk meegenomen. Oh. Een flarebroek allemaal. Ja, en dat glitter. Nou, we hebben in ieder geval keus. Boho chic. Oh, Stink. Dat is mama weer. Bye, Stink. Stink, ik ben mama gebracht. Wat gebeurt er nou, Frank? Wat gebeurt er, Frank? Kom, ga in je autostoel. 1, 2. Och, jongens, één hand. Jill en ik beloven dat we deze week niet een vlogcamera's gaan kopen, hè? Dat we elkaar weer een beetje kunnen zien en ook filmen. Hé, hey, wie zie jij nou weer? Je bent echt een stokstaartje, Frank. Wat is er? Oh. Hij wil van iedereen aandacht. Ja, hou eens op. Hou op. Jill komt zo je knuffelen. Het is kwart voor. Plassen. Oh, ik heb momenteel dit pak aan. Wil je even mijn make-up erin? Ja, wacht, ik ga even snel filmen. We hebben ons heel erg gehaast. Dit pak heb ik aan. Thema is bohemian chic. Nou, boho's, een beetje kant, franjes, westerns, noem maar op. Ik heb westerns aan van Bo Berends. Van Balenciaga. Mijn haar een slag gegeven. En ik doe zo'n jasje aan, dus ik film een complete look. Nu mama. Hier, daar ben ik weer. En ik heb mama haar jasje aan. Dus dit is mijn lookje. Thema is boho chic. Ik ben niet heel chic. Maar ik vraag me ook echt af of de Nederlandse mensen daar, die daar komen, of die ook echt helemaal chic gekleed zijn. Maar anders ben ik gewoon lekker mezelf, dus. En ik kom voor Laura. Haar musical. En Marie heeft dit aan. Ook dezelfde schoenen. Ik wil even kijken hoe ik mijn jeans wil doen. Ik ga lekker laten hangen. Reiners nieuwste top, maar de jasje maakt het eigenlijk af. Dat maakt het meer chic. Kan je met die schoenen rijden? Excuseer. Dan moeten we gaan. Wat voor tasjes zou ik doen? Kijk, hoe leuk. Dit maakt het wel chic, toch? Dit maakt het wel chic. Oh. Beeldig. Kom op. Je haar een beetje door de war, inderdaad. Ja, niet zo. Lipstift mee. Dit zijn
dus naar de musical verliefdgebied gegaan om ons beste vriendinnetje Laura te steunen. Ja, normaal gesproken zouden wij nooit naar musicals gaan. We zijn ook nog nooit naar een musical geweest. Nee, alleen... Maar het is dan wel toch weer leuk dat Laura, omdat ze dan daar weer inspeelt, dat je dan toch weer een hele andere kant leert kennen van de musicalwereld. En ze is er al zo lang mee bezig geweest dat wij toch wel heel benieuwd waren wat ze nou doet, hoe de musical eruit zag. Dus we waren naar de première. Ja. En het thema was boho chic, dus wij hebben hier dan ook goed aan gehouden, aangezien wij vinden als er een thema is. Dat je er wel altijd aan houden. Toch heb niet echt iedereen eraan gehouden, maar het maakt niet uit. Druk de pret niet. Wat droegen wij? Ik droeg een kantenpak van Wolford. Ja. En daaroverheen droeg ik een jasje van wat mijn moeder zelf had gemaakt met Balenciaga booties. En ik droeg een nieuwe Mandy topje in het zilver met luren straatje er doorheen. Met een Missoni jasje met franjes en een Levi's 501 broekje. En dan bobberen ze ook weer de Balenciaga booties. Dus we zagen er wel allebei western chic uit. En als jullie laarsjes leuk vinden, ze zijn nu in de sale bij Bobberens. Dus jullie kunnen ze eventueel aanschaffen. Marie en ik zijn nog steeds onbekend in Amsterdam. We moeten nog 10 minuten lopen vanaf de Q-Park, maar we hebben even een Uber geregeld om het te weten of je het ziet. De Lamar als we zijn er geparkeerd daar. Want het regent gewoon heel hard. En daar hebben wij dus even geen zin in. Nee, maar ik heb met mijn haar gekruld. Oud! Ik had echt een witjas aan moeten doen. Ik weet het niet hoor. Ik denk dat de rest van de mensen wel al in zomerjurken zijn, maar ja, dat kan ik niet met dit doen. Nee. Dat ik al goed westen ben. Oh, ik hoop dat het gaat. Onwijs benieuwd hoe Laura doet. Ze is al 2 volle maanden aan het trainen. Echt super knapje van zingen. Eentje ziet er leuk uit. Hey. Dus we gaan het voor jullie filmen. Allee. En ik ben nu heel erg aan het trillen. De kous komt voor 1 minuut. Ugh, weer zindag. Laten we naar binnen gaan. Gaan beginnen. RTL Boulevard nog 1 keer schrijft. Huwelijk heeft in Elsa staat te knappen. Ja, dan gaan mensen het geloven. Ik weet het nog. Misschien is dat maar beter ook. Doe even net alsof je dat niet gezegd hebt, Kev. Oh, en wat als ik het meen? Jij meent het niet. Ik wil weten hoe echte liefde werkt. Je kunt je er behoorlijk op verkijken. Ik wil weten hoe echte liefde voelt. Echte liefde? Ja, en niet wat erop moet lijken. Heb je de eenhoorns al besteld? Eekhoorns. Eenhoorns. Nee, Els, de eenhoorns bestaan niet. Oh, dan wil ik pinguïns. Oké, dat is leuk. Wat we zeggen, we hebben het heel veel gezien. En Laura is echt super warm. Het is zo tof, maar ik heb nog nooit zo gezien. Maar het is zo goed dat hij ook zegt. We love you. Het was in de Lamar Theater en wat ik al zeg, we zijn niet echt musical fans. Dus we hadden er wel heel veel zin in omdat Laura erin zit, maar niet heel veel verwachtingen van. Nee, we wisten ook niet wat we konden verwachten. Nee, maar het is echt bizar. Laura trok ons gewoon de hele musical naar haar toe. Het leek net alsof ze niks anders had gedaan. Sowieso de hele cast was heel intiem, want het is een intieme musical vind ik. Maar ze acteren allemaal onwijs goed, zit een goed verhaal in. Ook heel veel grapjes, we hebben best wel veel gelachen ook samen. Ook veel gelachen samen. Ja, en eigenlijk moet je er gewoon heen, maar natuurlijk wel als Laura speelt en die steelt echt de show. Ja. En we zijn echt onwijs trots op haar. Heel het is niet trots. Normaal en hoe leuk ze dat doet, alsof ze al jaren op het podium staat. Ze moet er echt veel meer mee gaan doen. Als dus we zijn onwijs trots vriendjes. Wie van ons twee zou het beste doen in een musical? Ja of ik? Ik. Nee, jij houdt sowieso niet van. Maar jij houdt sowieso niet van presentaties. Ja, maar bedoel ik helemaal niet. Nee, maar bedoel, jij zou het niet zo heel erg vinden, net als Lau. Die vindt het heerlijk als de aandacht op haar zit, omdat ze weet wat ze goed is en wat ze doet. Ja, jij vindt het ook eng om een spreekbeurt te houden. Ja, dus laat staan in een musical. Nee, we kunnen wel allebei heel slecht zingen. Heel slecht. Heel slecht. Dat is dus echt jammer. Beide kunnen we niet aan een musical meedoen. Maar als iemand, dan zou ik het misschien nog leuk vinden om te acteren. Maar dan ligt het ook aan een rol. Want ik zou niet iemand kunnen acteren die heel stil is of heel timide. We zijn niet goed in acteren. Nee, dat is zeker niet voor ons. Om dat te gaan doen. Als we dan iemand moeten kiezen, is eerder mama. Ja, of ons neefje Chris. Die heeft ook al in Tarzan gespeeld. Oh ja. De musical ster van de familie, hè? Lou, heeft Betje donuts voor je gehaald? Ja. Ga je donuts eten? Ja. You're the best aunt. Wat ga je doen? Jij
Deze. Die blauwe? Ja. Weet je het zeker? Ja, want ik vind die blauwe lekker. Vind je het lekker? Ja, pak hem dan maar. Oh my god. Lekker. Ik ga ook een donutje nemen. Liz heeft pizza besteld. Deze? Ja, ga ik vakken los doen? Zo gezond. Liz heeft echt een sweater van 2 jaar geleden, jongens. Willen ze allemaal straks die hebben. Die hard fan. Ja. Ja, maar ik heb deze echt zo vaak aan. Want er staat er ook weer op. Ben je je hard pap. Wat leuk verzonnen van mij, hè? Very. Creative. Ik ga wel even door het midden trainen. Ja. Lou, hoe heet dit? Popcorn. Corncorn. Corncorn. Lekker zeg. Pizza? Oh, heb je een blauwe tong? Dus zo. Nee. Oh no. Geef een stukje aan Jij. Die van mij? Oh, veel fijn. Die van jou. Die van mij van jou. Zo. Dankjewel. Ben je goed deden zeg? Jeetje. Maar het is zeker voor mij, hè? Oh. Is je lekker? Ja. Hartjes voor Valentijn. Het is bijna Valentijn. Film Duitse Kroes even. Duitse Kroes? Oh. Is wel echt de... Ik de bad. Hoe mooi. Jealous. Echt mooi, hè? Lekker? Ah. Dat kan je er echt niet op zetten. Mag het niet, Lar? No. Nou, dit. Nee, maar je eet maar op. Lekker. Nee. Oh, ik wil gewoon een andere proeven, jij. Je wil zeker de roze proeven? Ja, maar doe hem wel even in. Oké, okay, mag je een klein stukje? Of zo hetzelfde stukje? Ik begrijp de Dunkin' Donuts, liefde. Jeetje, kun jij goed eten, zeg Lou? Deze is ook lekker. Ja? En ik krijg zelf een suikerdrukte. Hij zit vol. Even voelen. Nu een dikke buik, hoor. Zo. We kan wel heel goed eten, hoor, Lou. Dikke buik, Lou, hoor. Wie is je beste vriend hier aan tafel? Jij. Maar de allerbeste vriend, Lou. Je allerbeste vriend van de tafel. Jij? Ja, allemaal. Dat is het juiste antwoord. Ja, de hele huis ligt onder de donuts. Ik ga deze nemen. Maar ik zag helemaal geen jam, Lies. Maar... Nee, dat is hard. Oh, ik krijg naalden. Ze zijn altijd zo onaardig daar. Ja? Zo, en ik ben gaan die, ja. En? En? Dan denk ik, jij bent lekker ook donuts aan het uitkiezen. Ik ben gezellig. Een feest van mijn leven. Ja. Even leuk. Ook laten wij een stukje zien dat wij met onze familie eten, vooral bij mij thuis. Jij was het toen niet dat jij ging uit eten met mij. Fico. Wat we ook, waardoor de vlogs nu zo wat korter zijn, want daar kreeg ik veel vragen over. We hebben maar 1 camera en die ene camera is stuk waar we nu mee filmen. Dus we bestellen deze week 2 nieuwe camera's, zodat we allebei content kunnen maken. En dan worden de vlogs langer nu. Als ik dus nu naar Fico ging, had Marie dus de camera, dus heb ik Fico weer niet kunnen filmen. Dus nee, dat is gewoon een beetje onhandig. Gewoon een beetje jammer. Dus we gaan dat vandaag echt bestellen, zodat we veel meer diversiteit, dat je ook veel meer shoulderkopjes ziet. Want ik pak hem nu eigenlijk iedere keer de camera in. Klopt, zo heb ik het mee. Want volgende week is het Valentijn en Marie gaat leuk naar Parijs. En ik heb ook een heel leuk dagje met mijn vriend gepland. En een hotel vannacht en de spa en de cadeaus. Dus we willen beide meenemen en leuk om te filmen voor jullie. Dus dat gaan wij dan ook dat zeker gaan we zeker ook doen. Dus om even om die vraag te beantwoorden. Ja, wij gingen ook eten en Liz werkt bij Tiffany & Co. Die neemt altijd als ze bij mij eet, nou niet altijd, Dunkin' Donuts mee. Omdat ze weet dat ik daar helemaal dol op ben. Oh, wat? Niet voor mij. Wat? Overgelaten. Nee, ze hebben mee naar huis genomen. Oh. En Louis, als jullie nog niet weten wie dat is ons neefje. Dat is de zoontje van Loor, onze oudste, nou niet één van onze oudste nichten. Nee, joh, lang niet. Maar wel waar we mee omgaan. Dan. Dan. Nee. En ook Louis niet. Is ons maatje. Vrees, een oudere nicht. Eén van de oudste, zeg ik. Okay. Waar we mee omgaan. Okay. En dit is een kindje, Louis. En die heb ik al vroeger zo vaak opgepast thuis. En echt een heerlijk ventje. En die houdt dus van donuts. Dat zie je wel ook in de vlog. Hij heeft echt iets van 6 donuts op. Nee, ik overdrijf. Maar hij kan echt zoveel donuts eten, zijn lievelings eten. Ik heb net deze 2 hondjes uitgelaten. Jules komt nu naar mij toe, want we gaan naar Batavia stad. Want wij denken dat we een outlet van Reiners ook gaan doen. Aangezien de simpels zo goed gaan en maar 4 dagen zijn en we ook van onze voorraden af moeten. Dus wij gaan samen met onze compagnon Dennis, die ook Reiners doet en die ook het merk Ergs heeft, gaan we vandaag eventjes langs. En even de winkels bekijken en misschien kan ik zelf nog wat leuks shoppen. Dus we gaan ons nu klaarmaken. Hij haalt toch zo op. Sjoe komt nu naar mij, want ik had kleding nog van haar. Hier liggen die kleding nu bij mij om. Ik draag vandaag het sequin sweater in het crème. Al die applicaties. Ik moet nog eventjes mijn make-up afmaken. Ik heb nog geen mascara op. Of lipstift, maar wel alvast de basis. Daarbij wil ik ook nog mijn crème schoenen, crème tas. En dan wil ik een hele leuke foto maken met een hondje met
I'm not a regular mom, I'm a cool mom. Vond wel grappig. En ik heb geen blikvoeding meer in huis voor de honden. Dus ik ga nu, aangezien het een lievelingseten is, een eitje voor hem bakken. Ja, ik klink echt als een mafkees, denk ik. Ik denk dat er vast wel meer mensen zijn die dit doen voor hun hondjes. Hoop ik. Dat ik twee verwende nesten heb. Dat heb ik sowieso. Maar dus ik ga nu even twee eitjes maken. Ze moet ook de hele dag mee naar Flavia's dan. Oh my god, ik laat mijn boter vallen. Hij weet gewoon al dat ik wat ga maken, hè? Frank. Jullie wacht altijd lekker op de bank. Die denkt, ze komt toch wel naar me toe. Ta da ta ta. Eitjes voor de hondjes. Ben je aan het piepen? Wil je ei? Zo. Tada. Ga jij zitten? Ga zitten. Goed zo. Siri, je krijgt ook ei. 1 seconde. Ik heb eitje van jullie. Ieder een eigen bordje. Kom, ga zitten. Siri gaat altijd boven op de bank eten. Kijk, die is voor jou. Want anders is het bang dat Frankie het gaat eten. Tada! Luxueus ontbijt. Ik zeg, helemaal geweldig. Als jij jarig wordt, krijg je een eitaart, Siri. Frankie is altijd een hyena, dus binnen 2 seconden op. Rustig eten. Frank, wacht nu even op Sjultje. Binnen 2 seconden is het op. Heeft het geen smaak, Siri? Gaat dat knorren, als je lekker heeft gegeten. Gaan we mee naar Batavia's stad vandaag. Ja, het is echt op hoor, Frank. Ik kan niks meer pikken van Siri. Who's there? Hey. We gaan even ons omkleden. En Julie Wijn is nu lipstift op doen. Want wij gaan leuke foto's maken in Batavia's stad. Woehoe. Let's do this. Ik heb mijn wenkbrauw even met vaseline vol ingesmeerd. Ja, machine. Echt. Ik ga zondag, hè? Met Liz en Lore. Nee. Ja? Wat doen dan? Ook de wenkbrauwen. Nooit. Ja? Oh, ik ga misschien ook wel mee dan. Het wordt middernachtwerk, maar goed. Ze zijn echt mooi. Mooi, hè? Ja. There she goes. La 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 la. Daar is Dennis. Met Dennis gaan we vandaag naar Batavia's stad. Wat vonden wij van Batavia's stad? Ja, ik heb alleen volgens mij in deze vlog even onze outfits gefilmd en de voorbereiding van. Maar we hebben Batavia's stad niet gefilmd. Stop. Dat komt eigenlijk omdat we het een beetje zijn vergeten. Ja, we waren dus aan het kijken of daar eventueel een mogelijkheid is om Reinders te verkopen in een outlet store. Aangezien wij steeds groter worden en de sample sales, moet ik zeggen dat we er steeds te druk voor zijn. Dus we hebben liever een outlet. En ook de contact eigenlijk 3 dagen tevoren. Niet iedereen kan daarheen, ook mensen die heel ver af wonen. Dus eigenlijk willen we een soort van standaard outlet met echt gewoon een outletprijsje. Zoals de sample sale oude collecties voor een winkel. Zullen wij ook onze voorraden gewoon een beetje kwijtraken? Daar waren we dus heen om die opties te bespreken. En we waren eigenlijk enthousiast. Elk verkooppunt of elk merk zit er. Hoe of wat weten we nog niet. We gaan eigenlijk eind februari nog bespreken doen. Dan zullen jullie een beetje meer op de hoogte houden of dit überhaupt wat doorgaat. En wat de plannen hiervan zijn. Maar het lijkt ons wel heel erg leuk om ook een soort... Een eigen outletje te hebben in Batavia's stad. Lief verdient de award voor Crazy Dog Mom. Ja. Nou, jij sowieso. Jij bent echt een beetje te crazy. Ja, maar ik had dus geen eten in huis. Net als haar baby zijn. En ik denk, ja, ze moeten nog de hele dag mee naar Batavia's stad en mee sjouwen. Ik denk, ik maak gewoon even een gebakken eitje voor ze. Nou, echt niet. Om een dierproduct aan een dier te geven, is het best wel waar. Nou, ik heb wel het eerst, voordat ik heel veel haankomst krijg, is opgezocht of ei niet slecht is voor een hond. Maar 1 keer een eitje kan geen kwaad. Maar je kan toch ook gewoon onderweg iets halen? Ja, en dan denk je, zo en dan, ik begin dier eten. Een broodje of zo. Ja, maar we vinden eitjes heerlijk. Nou, in ieder geval. Dus Marie is crazy doek. Als wij weggaan, heeft Marie waterflesjes mee, luiers mee, babydoekjes. Brokjes. Broekzakjes. Nou, echt tot in de top. Zelf nog pijnstillers heb je volgens mij ook nog mee. Echt als er iets gebeurt. Suikerwater. Daar bedoel ik. Als ik weg ga zinken, heb ik echt 1 centuiging mee. Als het goed is, dan stink ik. Maar je komt niks te kort doen. Nee. Ik hou gewoon onderweg. Als ik denk, oh shit, ben niet vergeten, hou ik het onderweg. Maar die raakt dan helemaal in stress. Dus die heeft alles al van tevoren in een tasje mee. Ja. Ik ga lunchen met Stinky, Mike en mijn schoonmama bij Republiek. Het is echt prachtig geworden. Het is nog niet af, want we zijn hier nog aan het bouwen. Geen sponsor is dit, maar dit is echt geweldig. Ik zal het voor jullie gaan filmen. En Marie is op werk, dus ik mocht gezellig even lunchen met mijn schoonmama. Dus dat is super lief van haar. We gaan nu lekker lunchen. Mama komt ook met Laura en Louis. Gezellig middagje. Testie. We zijn nu binnen en het is echt mega mooi. Hé, mijn liefde. We gaan nu lekker lunchen. En dus uitzicht naar buiten. Hoe vet. Hoe lekker. Linzensoepje en hamburgertje. Hallo, mooi hè? Hallo. Lekker Stink. Je pita broodje, lekker hè? Stinkie, lekker te slapen. Eet is op. Lou, wat ben je doen? Aan het spelen? No. Hoe mooi is het hier? Hier zaten wij gezellig. En we gaan nu weer naar buiten toe. Julie, hoe ga
gaat met herstel van je wenkbrauwen en je lip? Wel echt top. Mijn lippen zijn helemaal geheeld en de kleur komt over 2 weken terug. Dus nu zie je een heel dun lijntje, maar is die kleur een beetje vervaagd, maar dat komt weer terug. Ja. En mijn wenkbrauwen zijn eigenlijk helemaal geheeld. Maar ik teken ze nog steeds bij, omdat ik gewoon echt ervan hou. Ik heb nu alleen bijgetekend trouwens aan het einde en begin hoor. Dus voor de rest niet. Ik zal even filmen hoe het eruit ziet, helemaal zonder één enkel beautyproduct. Ja. Maar echt, ik ben nog nooit zo blij geweest. Ik hou gewoon van wenkbrauwen zoals jullie weten. En het is gewoon echt ons statement ding. En we zijn altijd heel erg angstig. En we hebben niet zoveel onze wenkbrauwen. Je kan het echt aan haar overlaten. Dus daar zijn we echt heel erg blij mee. Of daar ben ik heel erg blij mee. Want Marie is niet ik wilde deze aankomende zondag gaan. Wanneer deze vlog geüpload wordt. Maar er komt dus een heel erg stormje op Shiel. Ja, dus ik zou ik ben nog aan het twijfelen. Zoals je ziet, denk ik het nog meer bij Shiel. Aangezien ik nog niet voor de tweede tasje ben geweest. Dus we moeten nog even maar afwachten hoe het allemaal gaat. Dit blijft toch echt de leukste hoek ever met onze Reinersbank. En dan hier hangt nu de zomercollectie. We hebben ook nieuwe poppen. Daar zijn we ook heel blij mee. Ook helemaal met branding. En hier ook al het neon. Ik film echt nu net tegen het licht in. Dat is wel echt jammer. Maar al onze poppen zijn dus met branding. Woehoe. Leuk, 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 leuk. En we krijgen ook shopping bags. Dit zijn trouwens de handdoeken die we krijgen. Oh my god. En de scrunchies. Onder andere natuurlijk ook de Reinersprint. En de petten komen weer terug. Het is echt 1,5 feest. Dit zijn onze slides met een matching handdoek en een scrunchie en dan je slippers. Echt te leuk voor het strand straks. En ze zijn nu ook allemaal verbeterd. De letters liggen er nu op. En ook die kopjes zijn echt van het logo helemaal met branding. Dus echt heel erg leuk. En we hebben natuurlijk ook nog de handdoek in het zwart. Dat is deze. Met het kopje erop. Met stippen. Ook weer met bijpassende slippers. Ook natuurlijk nog in het zwart. Dan hebben we ook weer wit terug. En ook weer met die scrunchies met kopjes voor in de haren. Love it. Stink, je mag niet je luiertje opeten. Die moet jij om, want jij bent een mannetje en je gaat over te gaan aanplassen met Frenkie. Ja, het is een territorium. Maar hij haat dat luiertje. Kom hier. Kom hier. Stinky, kom hier. Nee. Ga je niet luisteren naar mama? Kom hier. Goed zo. Dan. Hoppakee. Heel handig als je 2 mannetjes hebt voor het territorium. En we hebben nu soms inkoopafspraken, dus dat is gewoon even handig. Alrighty. Ik heb nog niet de telefoon in het hoesje zitten. Ik moet nog even een leuk hoesje kopen, want Reinders is nog niet binnen. Ga maar. Wat we nog meer volgende week gaan zien in de vlog. Het is Valentine, maar ook ons verjaardag van ons neefje Duifje. Oh ja. Daar gaan wij heen, heel gezellig. Deze ik denk dat je nog een klein stukje ziet van Valentine, want Valentine is natuurlijk een vrijdag. Ja. Misschien dat we net niet aanredden voor de aankomende weekvlog. Maar het ligt aan onze editor. Ik denk wel dat Lichon dat net. Moeten we even navragen. Dus vooral is ons duivenjarig. En die gaan we vieren. We gaan nog even de laatste voorbereiding doen voor onze Valentijnstrip. Dus qua outfit zullen we hier met name meenemen. Wat we aan moeten in godsnaam en wat we allemaal gaan doen. En als laatste wat dat liefst, we gaan de winnares bekendmaken van de winactie. Woehoe! Moet ik het telefoon pakken. Oké. Is hij naar beneden gezakt? Lijkt het zo. Even kijken, wij hadden onder de vorige vlog een winactie. Ja. En wij gaan nu de winnares bekend maken. Jezus. Even kijken, ze heet Sharina. Oh, sorry. Sharina Hinrichs. Ja. En ze heeft beschreven dat ze heel graag de body in maat L zou willen ontvangen. Aangezien ze nooit durfde om een body te dragen, omdat ze bang was dat het niet stond bij een iets voller lichaam. Maar nu heeft ze Joanne, die heeft hem ook aangehad. En die vond ze zo mooi staan dat ze het heel leuk vinden als ze die zou winnen. Wij zijn heel erg achter ze om reinig met zoveel mogelijk doelgroepen en bij lichamen te dragen en blij te maken. Dus we zijn heel blij dat deze vrouw nu eindelijk een body wil dragen. Vandaar dat we hem naar jou willen toesturen. Ja, en zich ook eindelijk dan op zijn gemak voelt met onze body. Het is een heel groot compliment. En wij willen ook meer supporten dat gewoon curvy modellen of curvy vrouwen of gewoon curvy meisjes ook gewoon ruimte kunnen dragen. Dus als jij ons, Shalina, een iemand wilt sturen of een DM berichtje, helaas niet onder de vlog reageren, want kunnen wij het helaas niet. Af en toe zien wij het dan niet. Nee. Dan gaan wij in zorgen maken dat de body zo snel mogelijk jouw kant komt. Oké, dank jullie wel voor alle support. En als jullie dit leuk vonden, volgens mij wel. We hadden iets over de 700 reacties. Gaan we misschien bij de volgende vlog ook weer een soort van winactie doen. Misschien met een bukkelbeltriemtje of iets anders. Gewoon gezelligs. Dus blijf ons abonneren. En ik wil 100.000 subscribers. Love. Reiners.